Waarom lijkt het op camera veel warmer dan het is? Het is 19 graden, het is eigenlijk bewolkt, maar op camera ziet het er gewoon goed uit. Hoe dan? Hallo iedereen, dit is Nola en welkom bij een nieuwe video. Ik ben super ziek, mijn keel kan dit niet aan, mijn stem kan dit niet aan, maar ik ga toch een video voor jullie maken, want in de vakantie ga ik knallen. Vandaag heb ik weer een video voor jullie van wat ik heb geleerd in juni. Deze series zit er nu in de helft, want ik heb ondertussen al 6 maanden gedaan, denk ik, ja. En jee, vliegtuigen die voorbij komen. Yes, thanks. Always ruining my freaking videos. En die gaat nu op vakantie en ik zit hier gewoon nog in België. My life. Geef zeker een like als je deze serie leuk vindt. En dan gaan we nu beginnen met het eerste ding dat ik heb geleerd in juni. Examens voorbereiden en uw samenvattingen van het hele jaar bijhouden. Oké, ik begin met iets van de examens. Het spijt me. Ik zal er niet te veel aandacht aan besteden, maar het is gewoon iets dat je echt moet weten voor het volgende schooljaar. Als je toets aan het leren bent, maak een samenvatting en hou die samenvattingen bij. Gooi die niet zomaar weg, want je hebt die terug nodig tijdens de examens. En het is super handig als je al een samenvatting hebt voor een examen, in plaats van dat je die nog eens gaat moeten maken. Dat heb ik dus het eerste semester wel gedaan en het laatste semester heb ik mijn samenvattingen niet bijgehouden en ik heb dat heel hard gevoeld tijdens examens. Zeker doen. Geef vrienden niet op door een domme ruzie. Ik heb in juni ruzie gehad met vrienden van mij. Allee, we hebben zo'n vriendengroep en we hadden ruzie. En ik heb geleerd dat je vrienden niet mocht opgeven voor zo'n dom ding. Alle vrienden hebben wel eens ruzie. Hard ruzie, minder harde ruzie. Ik vind dat de vriendschap niet helemaal kapot gaat door een domme ruzie. Ik denk dat je er altijd wel kunt uitkomen. Gewoon met elkaar babbelen. Het hangt hier echt wel vanaf wat voor soort ruzie en of je nog vriend met hen wilt zijn. Want ik heb ook gewoon vriendinnen die ik nooit heb vergeven voor de shit die ze hebben gedaan. Het hangt er echt vanaf wat voor soort ruzie. Maar als het een domme ruzie is, gewoon iets van meningsverschil of zo, of een misverstand, laat alsjeblieft de vriendschap daarvoor niet liggen. Een relatie waar je elkaar jaloers wil maken, is geen gezonde relatie. Relaties gaan om een team zijn. Je bent met z'n tweetjes en je wilt ook met je tweetjes zijn. Als je een relatie hebt waar je elkaar probeert jaloers te maken, waar dat er veel spanningen zijn, is dat geen gezonde relatie. Een relatie moet leuk zijn, als je bij elkaar bent. Je moet gevoelen dat je elkaar recht ziet. Je moet elkaar vertellen, je moet dat laten zien, vind ik. En het is geen goed idee om te zeggen van, oh, ik ga mijn lief jaloers maken en een close foto met een andere jongen op Instagram posten. Puur om je lief jaloers te maken. Dat gaat enkel je relatie verpesten. Dat gaat het niet langer doorduren. Dat gaat het zelf door korter duren. Ik heb dat niet precies deze maand geleerd, want bij Andreas heb ik wel echt zoiets dat wij elkaar niet jaloers maken. Want we hebben allebei zoiets van, why would you do that? Ik heb veel geleerd doorheen de jaren over jaloers zijn en jaloers maken en wat nut er eigenlijk van is. En er is letterlijk geen nut. Ik snap niet waarom je je lief slechter zou laten voelen of onzeker over jullie relatie, terwijl je misschien heel heel verliefd bent op je lief. Dus laat hen gewoon weten in plaats van hun jaloers te maken. Leg je gsm weg als je de kans ervoor hebt. Het leven is meer dan een gsm. Het leven is meer dan een laptop. Het leven is meer dan sociale media. Ik vind sociale media geweldig. Instagram, I love it. YouTube, de bomb. Maar we hoeven niet elke dag de hele dag op de sociale media te zitten. Ik weet dat je waarschijnlijk met je vrienden wilt babbelen op sociale media en alles. En dat is ook normaal, maar ik vind dat je niet de hele dag er zou moeten opzitten, het ook zou moeten kunnen wegleggen en je ding gewoon doet. Voor deze video was ik ook de hele tijd op mijn gsm aan het zitten en het een beetje aan het uitstellen, terwijl ik deze video wel echt heel graag maak. Dus het is gewoon natuurlijk echt een melding van Snapchat, krijg je een melding van Instagram, krijg je een melding van YouTube en zo blijf je maar in die sleur van sociale media en gsm zitten. Dus het is echt een heel goed idee om die even gewoon weg te leggen en iets anders te gaan doen. Dit was de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker geen like achter te laten en te abonneren als je nog niet geabonneerd was. Ik ga denk ik in een van de volgende video's een video maken over hoe je veel geld kan besparen. Dingen die ik niet meer koop. Als jullie daar nog tips voor hebben, graag hoor ik die in de comments. En misschien kom je wel bij mij in mijn video met je tip. Nog eens bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie graag terug binnen een paar dagen met een volgende video. Bye guys.